Hey, en welkom bij de vlog. Het gaat vandaag een korte zin, maar wel een goeie. We gaan van eerst keer aan beginnen, want ja, het is begin van december, de commissies beginnen, de kerstboodschapjes, ook de examens die afkomen, er is een wat minder te doen, hè? Maar daarom nog niet minder waarde. Hallo. Goed, we gaan eraan beginnen, zeg. Nu zaterdag is er in de Sint-Michielskerk in Roeselare een internationaal orgelfestival. Wat dat precies is, ik weet het nog niet 100%, maar ik denk dat dat te maken heeft met orgelmuziek en zo, en dat er, laten we zeggen, ja, dat Europees zal zijn. Het is een keer wat speciaals, dus ik had toch wel een keer vermelden. Als je toch spreekt over speciale dingen, wat is de mariachi, zware gitaren en een feestje gemeen? En wel, dan moet je zeker gaan naar de verlichte geesten zaterdagavond, want daar treedt de Penny Corrida op en dat zijn met de metalheads in een mariachi kostuum. Dat klinkt ongelooflijk belachelijk, maar ik denk dat dat ongelooflijk zot misschien ook. Aha! Vind je van je eigen dat je te cool zit voor zo'n mariachi kostuum, dan kun je nog zodanig cool zijn dat je hun zegt van hey, ik zit is cool. En dan kun je gaan iskaatsen. Heb de ispiste in Roeselare. Normaal is het die zaterdagavond met de hoop zin en popen met de kerstmarkt, like alle gewenten. En dat gaat alweer serieus op ingezet zijn, hè, want nadat ik hoorde, willen ze echt wel een record breken van die jaren. Dus Roeselare en omstreken, je weet wat je moet doen, hè, als je verveelt. En terwijl je toch al zit, je kan eigenlijk bloemen platten voor de zondag, want zondag is er een kerstshopping. Dus alle winkels zijn open, zodat je gewoon je kerstinkopen kunt doen en laten we zeggen, allee, ja, de commerce moet draaien in gasten. Goed, dat was het eigenlijk een beetje in een notendop, maar toch wil ik nog een belangrijke nip-rap doen. Volgende week heb ik hier een special gemaakt rond de warmste weken. Er zijn heel veel initiatieven en toffe dingetjes om te doen. De kerstmarkten die afkomen, even voor de VZW's en acties en koekjes worden gebakken, allerlei dingen worden gedaan. Voor de warmste weken van Studio Brussel. Ik wil er daar gerust een special van maken. En alsjeblieft, ik kan je er open van willen. Heel simpel, wat doe je? Mail het me deuren, contacteer me, mail naar video@stevendewitte.be, chat met me op mijn Facebookpagina en maak dat ik weet wat dat je doet, wanneer dat je doet, zorg dat ik een foto of zoiets zeg en ik vermeld het volgende week in mijn funken. We gaan er stoppen een geslaagd project van maken en het tot tof van maken. Goed gasten, los daarvan. En je ideeën en je projecten die afkomt, vergeet me niet te bluffen contacteren, video@stevendewitte.be of via de Facebook-chat. Gasten, het was kort, maar het was goed. Ik vond het gisteren voor te maken, ik vond het gisteren om iedereen weer te zien. Ik was wit, Hinder was natuurlijk anders en de complimenten.